als in de toekomst een medewerker van het nog op te richten kinderombudsbureau een gevangenisstraf uitzit, zal hij of zij niet terug kunnen keren naar de functie. Dit verklaarde minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie tijdens de behandeling van de wet kinderombudspersoon in de Nationale Assemblée. De minister benadrukte dat er zorgvuldig is nagedacht over de functieprofielen en de eisen waaraan de medewerkers van het bureau moeten voldoen. Dat gelet op de aard van de werkzaamheden van het Kinderombudsinstituut het niet gewenst is om een dergelijke persoon de dienstverlening te laten hervatten. Er is nagedacht over en gewerkt aan functieprofielen om het orgaan zo goed, effectief, doelmatig, efficiënt en integer te laten functioneren. Voorzitter, met betrekking tot het doen van extra onderzoek naar de achtergrond van personen door een verklaring van goed gedrag op te vragen, is voor het garanderen van een effectief kinderombudsinstituut niet overbodig en juist gewenst. Minister Amoxie gaf aan dat het ministerie waaronder het toekomstige kinderombudsbureau zal vallen, zich nu al inzet om een sterk en betrouwbaar instituut op te richten. Dat er gewerkt wordt aan de wettelijke inbedding van het kinderombudsinstituut, de beschikbaarstelling van personeel, capaciteitsversterking van het personeel en het blijven investeren in het personeel. Voorzitter, hoewel het kinderombudsinstituut gehuisvest wordt in Paramaribo, zal dit instituut landelijk opereren. Voorzitter, met betrekking tot de vraag of er een gebouw is voor de huisvesting van het instituut, kan ik u aangeven dat er reeds een gebouw is geïdentificeerd. De kinderombudspersoon zal de regering adviseren over kwesties die het belang van het kind dienen. Minister Amoxie benadrukte dat het van groot belang is dat de overheid deze adviezen serieus neemt. VAP-parlementariër Harriet Ramdien drong eerder aan op een spoedige goedkeuring van de conceptwet, omdat deze essentieel is voor de bescherming en het welzijn van kinderen.